Waar ging het mis? Het is natuurlijk kennelijke manier zoals wij de goals tegenkrijgen. En daar gaat het namelijk mis. Herhaling van zetten ook? Dat lijkt er wel op, ja. Hoe kan dat? Ja, hoe kan dat? In de keuzes die we maken. Volgens mij ging bij die eerste goal Zacharia. Ging dat dubbelen wat helemaal niet nodig is. Laat dus zijn rug weglopen. En dan komt hij voorzet. Kevin gaat goed uit. Alleen dat dekt Marcelo niet. Ja, en dan wordt het 1-1. Terwijl eigenlijk die eerste goal die maken eigenlijk heel makkelijk voor onszelf. Wat is het dan met dit team dat het dan toch op een of andere manier het zo weggeeft? Ja, dus, en nu op dit moment, kijk, het is hartstikke moeilijk en hartstikke vervelend. Of niet vervelend, maar wel hartstikke moeilijk om nu die hele wedstrijd te analyseren. Want uiteindelijk gaat het om de 3 punten. Die zijn we kwijt. En in de race naar het kampioenschap voor PSV is dit een enorme klap, denk ik. Enorme of fataal? Ik moet er even over nadenken. Ik kan er nu geen expliciet antwoord op geven. Is het allemaal vers? Is de wond groot of diep? Ja, hoe noem je dat? Ja, natuurlijk zit het heel diep. Ik kan geen woorden gebruiken die ik heel graag zou willen gebruiken. Maar dat kan niet. En dat wil ik ook niet. Omdat namelijk... Er zijn waarschijnlijk ook kijkers die wat van jongen van aard zijn. Boos, teleurstelling, alles tegelijk. Ja, eigenlijk alles tegelijk, ja. Dat is gewoon, namelijk gewoon een feit. En daarom alles wat ik nu zeg in mijn emotie, denk ik dat het niet verstandig is. Dus ik kan beter, en dan hoop ik dat iedereen daar ook respect voor heeft, niet al te veel zeggen. Het is beter om deze drie in nederlaag, dat is heel moeilijk te verteren.